mensen. Onze samenleving is behoorlijk ontwricht. Wat mede door een sociaal stelsel is wat in feite failliet is. Veel mensen die in de problemen komen, kunnen hun vaste lasten niet meer betalen. Dit ontstaat veelal door de steeds meer toenemende bureaucratie, waarnaast een wettelijke huurverlaging al een optie zou kunnen zijn. Een onvoorwaardelijk basisinkomen voor een ieder is het uiteindelijke doel. Daar wordt echter binnen de samenleving verschillend over gedacht. Men komt niet verder als bepaalde experimenten uit te oefenen die klauwen met geld kosten. Van een echte visie is geen sprake. Wij werken er hard aan om dit te veranderen binnen de opzet van ons Deltaplan 2.0. En volgend jaar mei moet het klaar zijn en het Deltaplan 2.0 lijkt op wat de FNV net stelde. Alleen wij gaan voor een levenslang basisinkomen, tot 18 jaar leeftijd gebonden. Een eerste stap die wij kunnen zetten en onderbouwd is het ontstaan van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor ZZP'ers. Tijdens een bijeenkomst van ZZP Nederland heb ik dit gelanceerd. Veel ZZP'ers werken op basis van opdrachten. Wanneer een opdracht klaar is, moet men weer op zoek naar een nieuwe opdracht, wat gebeurt door middel van acquisitie. Tijdens die tijd heeft men geen inkomen, dan kunnen schulden ontstaan. Men kan dan in de schuldhulpverlening. Alleen wordt er dan vanuit de gemeente veelal gesteld dat men dan maar moet stoppen met de activiteiten en zich moet uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Een bepaalde buffer zou dit kunnen voorkomen. Er moet een andere wijze van denken ontstaan. Onze maatschappelijke en politieke beweging wil nu werkt aan oplossingen waarbij het basisinkomen een onderdeel is. Alles wordt